Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe slijgvideo. En deze keer is het weer tijd voor de slijgvideo die elk jaar weer terugkeert. En je ziet hem hier al staan. Vandaag gaan we namelijk de allernieuwste slijg adventskalender openmaken. En dit is volgens mij de 6e of 7e keer dat ik op YouTube een slijg adventskalender openmaak. Dus ik heb er al een heleboel gezien. En ik ben dan ook heel erg benieuwd wat er in deze adventskalender zit. Dus heb je nou heel erg veel zin in deze video, net zoals ik, doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Nou, en deze adventskalender die kan je dus vanaf nu vinden bij Otte Speelgoed. Otte Speelgoed heeft echt superveel slijg. Ja, deze adventskalender, maar ook heel veel andere paardensets. Ja, het plaatje verraadt dus al een klein beetje wat er allemaal in zit. Er zit dus sowieso één groot paard in en één veulentje. En dat paard, dat is dus weer een special edition. Dus dat maakt die adventskalenders ook zo speciaal. Er zit dan eigenlijk heel vaak een paard bij of een veulentje, ja, die dus speciaal is. Oh ja, ik zal nog even uitleggen hoe ik deze video wil gaan doen. Want dit is dus een adventskalender. En dat betekent dat je gaat aftellen tot aan kerst. Dus op 1 december begin je met het allereerste vakje. En dan heb je 2 december, 3 december. Nou, en elke dag heb je dus een vakje om open te maken met een cadeautje. Totdat het dan dus kerst is. Maar misschien zijn er mensen die dus niet willen weten wat er in welk vakje zit. Nou, spoel dan eventjes door naar de minuten die nu in beeld staat. Want dan kom je uit bij het einde. En dan laat ik zien wat er allemaal in zit. Maar dan weet je dus niet in welke volgorde het heeft gezeten. Oh, hij gaat echt heel anders open dan vorig jaar. Huh? Het is nou gewoon een soort boek. Kijk. Nou ja. Oh, en de vakjes die zijn ook duidelijker. Dat is gelijk het allereerste wat mij opvalt. Want altijd op die adventskalenders kan je die vakjes zo slecht lezen. Maar hier zie je echt hele goede nummertjes. Oké, de allereerste zoektocht is dus vakje nummer 1. Waar zal die zitten op de kalender? Hier. Ja, nummer 1. Oh, dit is gelijk heel groot. Zit gelijk het allergrootste paard in dit vakje? Ja. Het is echt zo. Nou ja, daar is die hoor. Wauw. Oh ja, deze is echt heel mooi. Wauw. Nou, zoals ik al zei, is dit dus een special edition. Want oorspronkelijk is dit paard een Andalusier hengst. En dan is hij eigenlijk een beetje dezelfde kleur. Maar zijn zijn manen zwart. En slijg heeft hem nou dus eigenlijk witte manen gegeven. En voor de rest is zijn vacht eigenlijk vrijwel hetzelfde. Maar ik vind dit echt een hele toffe kleur. En ik vind ook dat slijg de schaduwen heel erg mooi heeft gedaan. Ook aan die achterkant bij de manen zien de schaduwen er zo tof uit. Het valt me alleen op dat de manen een beetje slordig zijn afgewerkt. Alsof degene die ze heeft geverfd een beetje dronken was. Want het is niet echt netjes geverfd. En ja, we beginnen dus eigenlijk gelijk heel erg goed. Want ik vind het paard gelijk heel erg mooi. Dus een duimpje omhoog voor het allereerste cadeautje. Dingetje. Nou, we zijn dus gelijk goed van start gegaan. Dan gaan we op zoek naar vakje nummer 2. En die zit hier. Oh, wauw. Ik denk dat jullie het niet eens kunnen zien, maar kijk hoe klein dit is. Want wat hier namelijk in zit, is een borsteltje. Een rosborstel dan in dit geval. Dus dan denk ik dat we ook nog iets van een poetskoffer gaan krijgen. En dat dit dan het allereerste onderdeel is van die poetskoffer. Het is wel een heel groot verschil vergeleken met dat grote paard. En dan dit inimini borsteltje die je bijna niet op beeld ziet. Maar ja, dat is altijd zo met die adventskalenders. Dan heb je soms hele kleine cadeautjes. Maar uiteindelijk gaat het om het eindresultaat. Vakje nummer 3. En die zie ik hier zo. Bij de eekhoorn met een kerstmuts op. Oké, wat zal er in vakje 3 zitten? Vakje 3 is best wel groot. Oh, ja! Kijk, het is het hoofdstel van het paard. Maar als het goed is, dan moet hij dus gewoon passen op dit paard. Want ja, zo staat het ook op het plaatje. Oké, ja, het hoofdstel past wel. Het zit wel vrij krap. Want het hoofd van dit paard is eigenlijk best wel groot. En het hoofdstel, dat zal wel een standaard maat zijn. Maar het past wel. En eigenlijk staat het best wel leuk bij dit paard. Dan gaan we door naar vakje nummer 4. En waar zou vakje nummer 4 zijn? Oh, hier. Vakje 4 zit hier. Wauw, dat rijmt. Het is het volgende onderdeel van de poetskoffer. Namelijk de hoevenkrabber. En ja, dan moeten we toch sowieso wel een poetskoffer krijgen. Want dan moet het in die koffer. Oh ja, spoiler. We krijgen dus een poetskoffer. Nou, en wat top. Die vind ik hartstikke leuk. Een goede opvulling voor de poetskoffer straks. En dan gaan we door naar vakje 5. Die zit hier. Ik ben echt veel sneller deze keer in het zoeken naar die vakjes. Het is echt heel slim dat ze die kleurtjes nou een keer hebben veranderd. Ik hoor plastic. En wat zit er in 5? Oh, ja, tuurlijk. Het zit letterlijk in elke slijg adventskalender. En ik denk dat jullie het al weten als jullie een beetje mijn slijgvideo's kijken. Het zijn namelijk weer de groene appels. Volgens mij heb ik nog nooit een slijg adventskalender gehad waar geen appels in zitten. Maar ja, ik vind het niet zo erg. Want het past natuurlijk heel goed bij een slijgmanege en bij de paarden. Dus ik ben eigenlijk altijd wel blij met die appels. Dan ben ik ook benieuwd eigenlijk of we rode appels gaan krijgen. Maar oké, dat was vakje 5. En dan hebben we hier vakje 6. Oh, vakje 6 is echt groot. Zou dit dan een poppetje zijn? Kijk,
dit is de ene kant. En de andere kant. Oh, deze is echt groot. Oh, ja, het is een poppetje. Maar in onderdelen. Yay. Oké, maar er is iets wat mij gelijk opvalt aan het poppetje. En dit vind ik zo super leuk. Dit poppetje, jongens, heeft namelijk een kersttrui aan. Dit is echt geweldig. Dit hebben we nog nooit gehad in een Slijg Adventskalender. Dat zelfs de poppetjes gethematiseerde kleding aan hebben. Hoe leuk is dat? Dan hebben ze dus echt een speciaal ontwerp gemaakt voor dit poppetje, voor deze kalender. Dat vind ik echt heel leuk. Want meestal doet Slijg best wel dubbele dingen in die Adventskalenders. Dubbele poppetjes, dubbele paarden. Nou, in dit geval is het paard wel speciaal. En dus het poppetje. Ik vind het echt heel grappig. Oké, dan gaan we nu door naar vakje nummer 7. En 7 zit helemaal hier. Oké, ik hoop niet dat alles om gaat vallen. Oké, het gaat goed. En... Oh, nee! Oh, dit is zo schattig! Het is een heel klein kuikentje. Een super klein kuikentje in deze adventskalender. Oh, deze is zo lief. Ja, dat is altijd wel het leuke van dit soort adventskalenders. Dat je allemaal van die kleine accessoires erbij krijgt. Die zo leuk staan bij je manege. Zoals zo'n klein kuikentje. Dat kan je niet echt loskopen in de winkel. En dat zit ook niet in elke set. Maar vaak in die adventskalenders heb je wel van die kleine diertjes. En leuke kleine accessoires. Dus dat vind ik altijd wel een voordeel. Dus ja, ik ben heel erg blij met het kuikentje. Dan gaan we heel snel door naar vakje nummer 8. Want ik hoop dat we nog meer kleine diertjes krijgen. Oh, vakje nummer 8 zit hier. Oké. En hij is open. Oh nee, dit ga je toch niet menen. Dit kan toch niet waar zijn? Wacht, ik wil het even zien. Oh nee, is dat hoe ze de adventskalender gaan opvullen? Oké, jongens, ik ga even uitleggen wat ik bedoel. Wat ik hier heb gekregen is een stukje taart. Maar kijk, als je heel goed kijkt, het is dus maar één stukje fly. Ho, het is zo klein dat het gewoon uit mijn handen valt. Maar het is 1/4 stukje van een fly. En wat krijgen we nou in deze adventskalender? We krijgen 2 taarten die allemaal uit 4 delen bestaan. Dus betekent dat dat we 8 keer straks een stukje taart krijgen. Ja, zo kan ik het ook. Oké, ik hoop niet dat dat zo is, want dat zou ik dan wel weer jammer vinden. Dat ze op die manier, ja, op een best wel goedkope manier de adventskalender gaan opvullen. Maar we zijn dus pas bij vakje nummer 8, dus het kan nog anders gaan lopen. Dus laten we dan ook weer snel verder gaan naar vakje nummer 9. Ta-ta-ta-ta-ta. Hij is echt best wel groot. En oh, ja, tuurlijk! Ja, die hadden we nog niet gehad. Het zadel. We misten natuurlijk nog een zadel voor ons paard. Hij heeft geen nieuw dekje, want als je de vorige Slijg unboxing video hebt gezien, dan heb je kunnen zien dat Slijg nieuwe dekjes heeft voor de zadels. Dat ze niet meer permanent eraan vastzitten. Maar bij deze dus nog wel. Dus deze loopt ietsjes achter. Maar voor de rest, ja, vind ik het een prima zadeltje. Donkerbruin en een rood dekje. Dus ja, duimpje omhoog voor het zadeltje. Dat was 9. En dan gaan we nu naar 10. Oké, nou ben ik vakje nummer 10 kwijt. Oh, hier. Hij is heel klein. Dus zou het weer een stukje taart zijn? Of misschien een borstel? Oh, nee. Huh? Is dat? Ja, dit is het. Het is een hondenbakje. Of ja, een bakje voor een ander dier. Het is een drinkbakje. Oh nee, maar er staan hondenpootjes op en een hondenbot. Dus het is voor een hond. Oh, zouden we dan een hond krijgen? Dat wist ik eigenlijk niet eens. Ja, ik heb het niet zo goed gezien allemaal, want dan blijft het nog een beetje een verrassing. Maar het is een groen drinkbakje of eetbakje voor een hond. Dus ik ben benieuwd wat we dan gaan krijgen aan hond. En dan hebben we vakje nummer 11. Dus die zou misschien weer wat groter zijn, want we hadden nou net een klein dingetje. Oh, hier. Oh, oh, oh. Oeh, het is de hond. Nou ja, dat is toevallig dat we gelijk daarna de hond krijgen. Het is een witte puppy en daar heb ik gelijk al wat leuks over te vertellen. Want deze hond, die kan je niet loskopen in de winkel. Yay, het is weer een special edition. Want dit is officieel een Labrador pup. En dan is hij volgens mij een beetje lichtbruin, die hele lichte kleur. En nu hebben ze dus een wit hondje ervan gemaakt. En ja, vind ik eigenlijk ook wel heel erg schattig. En dan hebben we hier dus dat voerbakje en dan heb je zo een setje compleet. Dan gaan we nu door naar vakje 12. Oh, 12 zit hier en die is dus ook best wel weer groot. Oh, vakje 12 was groter dan de inhoud die erin zit. Want het is weer een borstel voor de poetskoffer. Deze borstel die hadden we nog niet in de adventskalender van nu. Dit is namelijk een beige kleurige borstel. En het lijkt een beetje op een harde borstel als ik dan kijk naar die haartjes. Maar we hebben inmiddels bijna alle onderdelen. Behalve de poetskoffer zelf. Vakje 13 zit hier en die is ook best wel groot. Maar ja, het vakje van net was ook groot. Dus zat er ook iets kleins in. Oké, en wat zal het zijn? Oh, ja! Het is een klein diertje. Yes! Ik had net al mijn hele uitleg over die kleine diertjes en dat het altijd zo leuk is in de adventskalender. En ook hier hebben we dus een heel klein diertje gekregen. Want welke we hier namelijk hebben gekregen is een hele kleine eekhoorn. Ja, deze is wel heel erg leuk. En volgens mij zat die ook in de adventskalender van vorig jaar. Want hij komt me wel een beetje bekend voor. Het grappige is, Slijg had een paar jaar geleden ook eekhoorns in hun collectie. En die waren echt wel veel groter. Maar volgens mij hebben ze tegenwoordig geen eekhoorns meer. En hebben ze alleen dus maar deze hele kleine eekhoorns. Maar ja,
ik ben er blij mee. Hij past leuk bij de paarden. Oké, okay, vakje 14 is het volgende vakje. En die zit hier onderaan. Oh, ja! Daar is die dan! Het item waar ik al de hele video over praat. Namelijk de poetskoffer. Het is een lege poetskoffer. Maar we hebben natuurlijk de onderdelen gekregen. Dus die kan ik er gelijk in doen. Nou, het is een paarse poetskoffer met een blauw hengsel. En op zich kennen we die wel vaker. Is het geen speciale poetskoffer. Want die kleur komt wel vaker voor. Maar ik ben heel blij dat we hem nou eindelijk hebben kunnen vullen. Was dat 14? Oké, okay, dan gaan we nu door naar 15. Want die zit namelijk hier. Ta-ta-ta-ta-ta. Wat zou erin zitten? Oh, oh wauw. Ja, ik vraag me af of jullie het kunnen zien als ik het er steeds uithaal. Maar volgens mij is het steeds heel klein. Want wat ik hier namelijk heb, is een heel klein bekertje. Er zit niks in, maar dat is ook wel logisch. Maar het is gewoon een drinkbekertje voor het poppetje. Dus die kan het denk ik wel vasthouden. Ja, fantastisch. Nou, helemaal top. Hartstikke leuk. Oh ja, dat hoort natuurlijk bij dat stuk taart. Zodat ze natuurlijk eten en drinken heeft. Aha, ik snap hem. Oké, okay, dan is het tijd voor vakje 16. Oké, okay, wat gaan we krijgen? Het is een klein vakje en het zit in het plastic. En we hebben appels! Yay! Die hadden we nog niet. Nee, deze hadden we ook echt oprecht nog niet. Want dit zijn geen groene appels, maar het zijn de rode appels. En eigenlijk is die gewoon exact hetzelfde als die groene appels. Het is gewoon dezelfde vorm, dezelfde... Oh nee, trouwens, dat is niet helemaal waar. Huh? Voor het eerst in mijn hele leven valt op dat die appels wel een andere vorm hebben. Dus wat ik zei klopt niet helemaal, want de rode appels hebben een iets andere vorm dan die groene appels. Maar omdat ze in elke adventskalender zitten, heb ik wel echt een gigantische voorraad aan appels. Dan gaan we door naar, ik weet eigenlijk niet, hadden we net 16? Ja, 16 hebben we net opengemaakt. Dan hebben we 17 in het paard, dus we gaan het paard vermorzelen. Huh? Hebben we er nog één? We hebben nog een kuikentje. Yay! Dit is een tweeling. Oh, wat schattig. Eigenlijk zou ik dan ook wel een keertje hun moeder willen hebben. Want elke keer krijg ik van die kuikentjes zonder ouders. Dat vind ik dan ook wel weer een beetje sneu. Maar klopt het dan wel dat ik er twee krijg? Oh ja, het klopt. Die kuikentjes is het enige item wat je twee keer krijgt. Dat staat ook echt twee keer. Slijf wist gewoon niet meer wat ze in de adventskalender moesten doen. En toen dachten ze, ah joh, we doen gewoon nog een keer kuikentjes. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Daar ben ik juist heel erg blij mee. Ik vind dat leuker dan nog een keer zo'n stuk taart of zo. Oké, okay, en dan gaan we door naar... Ja, op een gegeven moment halverwege die video, dan raak ik de tel kwijt. Maar volgens mij hadden we net 17. Dus dan is het nu 18. Oh ja, die zit hier. Oh, nou ja. Het is gewoon een feestmaal voor de hond. Want dat is natuurlijk een beetje sneu dat die hond wel een voerbak had. Maar hij had geen inhoud. En we hebben hier de inhoud van de voerbak gekregen. Namelijk een hondenbot. Hij past precies in de voerbak. Oké, okay, vakje 18 was eten voor de hond. En vakje 19, dat zit hier zo... Tuurlijk! Het is het halster! En ik denk dat ik al een beetje weet voor wie het halstertje dan is. Want we missen nog steeds het veulentje uit de adventskalender. Ja, dit halster dat past niet op dat paard, want hij is gewoon veel te klein. Dus hij zal wel voor dat veulentje zijn. Dus ik ben heel benieuwd wanneer we die gaan krijgen. Hij is alleen niet zo heel erg mooi afgewerkt, want je ziet heel erg die... draadjes waarmee ze hem hebben vastgenaaid. Maar het is natuurlijk zo klein, dan valt dat best wel op. Ja, het is gewoon echt zo'n typisch slijghalster. Die zijn in de loop der jaren echt nog nooit veranderd. Maar ja, ik vind het gewoon helemaal prima. Dus ik ben benieuwd of het veulentje hem dan straks gaat passen. Dat was 19. Dan gaan we nu door naar 20. En 20 zit weer helemaal hier. We moeten weer aan deze kant zijn. En we hebben een emmer. Wauw, die hadden we nog niet. We moeten hem nog wel even zelf in elkaar zetten. Want ik heb hier het hengsel en hier de emmer. Maar dat is niet zo moeilijk, want die heb ik al vaker in elkaar gezet. Hij is compleet. De emmer uit de adventskalender. Ik vind altijd wel leuk dat die hengsels, dat je die kan bewegen. En ik had het natuurlijk over die stukken taart. Maar ik heb er nog steeds één. En ik moet er 8 krijgen. Dus we moeten nog iets van 3 vakjes. Dus ik ben benieuwd hoeveel we er straks gaan krijgen. Ja, we waren bij 21. En die is open en... Oh, wow. Wow. Er komt een best wel groot onderdeel uit dat vakje, hoor. Dat is een heel klein vakje. Maar kijk wat erin zit. Het is namelijk een dekentje. Maar het is ook wel een heel klein dekentje. Want deze is, ja, even spieken hoor. Die is voor het veulentje bedoeld. Dus we hebben nou alle onderdelen van het veulentje. Behalve het veulentje zelf. Oh, nu snap ik het ook. Dat poppetje is rood met blauw. En dat paard heeft een rood dekje. Het is natuurlijk allemaal rood als kerstthema. Oh, daar kom ik ook echt bij vakje 21 pas achter. Aha. Nee, oké, okay, nou ben ik dus wel extra benieuwd naar het veulentje. Het wordt wel echt zo'n gatenkaas, hè, die adventskalender. Nou, 22 zit hier. En we hebben taart. Yay, een stukje taart. Het is het tweede stukje taart. En het is dus weer één gedeelte van zo'n taart. Dus nog steeds niet de hele taart. En ik vraag me af wanneer we die gaan krijgen. Want we hebben echt nog maar 2 vakjes te gaan. Vakje 23. We komen steeds dichter bij het einde. Hier zo. Oeh, het is wel een groot vakje, maar... Wat zouden we dan nog moeten krijgen? Oh, ja! Huh? Waarom is dat vakje zo gigantisch groot? Kijk!
Kijk, het is namelijk een picknickmand. Hier, moet je zien. Zo zat het er gewoon in. Kijk hoe groot. Oké, dit vind ik wel mooi, want we hadden natuurlijk die twee stukken taart en een drankje. Maar dat kunnen we natuurlijk mooi nou in de picknickmand doen. En dan raak je het ook niet zo snel kwijt. Jee, het past ook echt precies. Hij heeft ook echt wel zo'n mooi patroon. Echt van zo'n rieten picknickmand. Dus ik vind dat ze dat heel erg leuk hebben gedaan. Dan gaan we nu door naar het allerlaatste vakje waar meestal het allergrootste cadeautje in zit. Maar dit keer dacht Slijg, we doen het anders. We doen het allergrootste cadeautje dus als eerste. Want dames en heren, we hebben namelijk... Tam-tadadam-tam-tam. Tadaa! Een nieuw veulentje! Wauw, daar is die hoor. Eindelijk bevrijd uit het zakje. Oh, kijk. En deze heeft er gewoon een kaartje nog om. Dat had die andere niet. Dit veulentje is verder niet speciaal. Het is namelijk het Anna Lucier veulentje. Maar het paard, die is dus wel speciaal. Maar ja, dit veulentje ziet er daarom niet lelijk uit of zo. Want hij ziet er juist hartstikke leuk uit en past heel erg goed bij dat paard. Onderaan is die wit en dan wordt die steeds meer bruin en heeft hij ook hele mooie zwarte manen. En er zit dus het kaartje op met hun nieuwe logo. Daar moet ik nog even aan wennen, want het logo dat zit ineens overal. Oké, maar dat betekent dan dat de adventskalender, als het goed is, helemaal leeg is. Ik heb elk vakje helemaal geopend. Ik zal eventjes alles goed zetten zoals het ook op het plaatje staat. En dan ga ik mijn eindbeoordeling geven en vertellen wat ik nou echt van de adventskalender vind van dit jaar. Dus blijf zeker kijken en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ja, daar ben ik weer. En ik heb de adventskalender helemaal neergezet zoals het ook op het plaatje staat. Dus geen spoilers meer van wat in welke volgorde zit. Dus hallo kijkers die naar de goede minuut zijn gespoeld. Nou, de adventskalender van dit jaar. Wat vind ik er nou van? Nou, over het algemeen ben ik heel erg positief, want wat erin zit kan je allemaal heel goed gebruiken. En het zijn allemaal perfecte paardenitems, wat leuk staat bij je manege, bij je stal. En als je al heel veel slijg hebt, dan zul je wel zien dat je dingen dubbel gaat krijgen, zoals die poetskist, die appels. Als je al heel veel slijg hebt, dan zitten er gewoon best wel dubbele items in. En daarbij komt natuurlijk het meest speciale uit deze adventskalender en dat zijn de, ja, het paard. En in dit geval de puppy. Dat zijn de twee speciale items van deze adventskalender. Die je dus niet los in de winkel kan kopen. En als special edition met deze set. Dat doet Slijg eigenlijk in elk adventskalender wel een speciaal paard of een speciaal hondje. Wel is het zo dat de inhoud van de adventskalender elk jaar steeds wat minder wordt. Als ik kijk naar wat we jaren geleden kregen. Dan kregen we 2 grote paarden en dan nog een veulentje. Of we kregen 2 veulentjes en een paard. En het wordt elke keer steeds iets minder. Gelukkig hebben we nog steeds een paard en een veulentje en een hond. We hebben best veel kleine items gekregen. Maar zoals ik al zei, zijn dat de prima basis items voor bij je slijgpaarden. En wat ik al helemaal heel erg leuk vind aan deze kalender, is dat het poppetje een kersttrui aan heeft. Ze past echt perfect bij het thema. En volgens mij is dat ook de allereerste keer dat ze dat nu hebben gedaan, volgens mij. Dus dat vind ik heel erg tof. Maar jongens, er is nog steeds één groot mysterie. Want ik had het al natuurlijk over mijn 8 stukken taart. En ik heb maar 2 van de 8 stukken taart gekregen. Want als je namelijk op de foto van de adventskalender kijkt, dan zie je dat je 4 stukken paarse taart moet krijgen. En 4 stukken bruine taart. En het staat ook op het plaatje waar letterlijk de inhoud wordt beschreven van de adventskalender. Maar wat heb ik dus uiteindelijk gekregen? 1 stuk paars taart en 1 stuk bruine taart. Dus zelfs in de adventskalender zit dus een fout. Ja, het maakt mij niet heel veel uit of ik nou 1 of 4 stukken taart krijg. Want ja, de picknickmand is toch al gevuld. Maar ja, zet het dan niet op de afbeelding dat je 4 stukken taart kan krijgen als je er dan maar eentje krijgt. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd of jullie dat ook hebben. Laat het even weten in de reacties. En als ik de adventskalender dan een eind beoordeling moet geven, dan krijgt de kalender van mij wel een duim omhoog. En dat komt omdat de kalender echt in een kerstthema is. Dat het poppetje een trui aan heeft, het paard in de goede kleuren, het veulentje in de goede kleuren. Nou, deze adventskalender en nog veel meer andere slijgitems, die kan je dus vinden bij Otte Speelgoed. Dus kijk zeker eventjes in een webshop of ga naar de winkel in Den Bosch. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jullie van deze adventskalender vinden. Dus laat zeker in de reacties weten wat jij van deze kalender vindt. Nou, doe dan nog een duimpje omhoog als je deze video super leuk vond. Nou, en abonneer ook zeker op mijn YouTube kanaal, want ik maak nog veel meer slijgvideo's. Dus abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video maar weer. Doei doei!